nieuwe speler van Ajax. Kom ertussen staan. Piekje, kom. Bijna, bijna. Kom op, met haar omhaal. Schoenen kapot. Lieve Stichting FC Robbenstein. Jullie laten de allermooiste voetbalwensen uitkomen. En ook bij Ajax. Zouden jullie mij willen helpen om de grootste droom van mijn broer Emin uit te laten komen? Kijk, op die foto staat allemaal spelers. Emin en zijn broer. Grote broer. Sommige dingen kan ik doen, maar die kan hij weer niet doen omdat hij het moeilijk heeft in zijn hoofd. Kort na zijn geboorte is hij heel ziek geworden. Heeft hij 2 keer een hartstilstand gehad. Heeft heel lang in coma gelegen. Zijn ze erachter gekomen dat hij een zware ontwikkelingsachterstand heeft met autisme, ADHD en nog een angst- en tikstoornis erbij. Ja, maar wij zijn blij dat hij er nog is. Ja. Ja, Emin heeft de afgelopen jaren heeft hij het extra moeilijk gehad. Het is heel lastig, want de buitenwereld ziet gewoon altijd een jongetje die goed kan voetballen. En hij ziet er goed uit, maar ja, elke dag heeft hij strijd met zichzelf. Hij kreeg veel last van stemmen in zijn hoofd. Hij raakte in paniek. Dat is, ja, moeilijk. Dus voor hem zou het zo fijn zijn als hij gewoon lekker een dag even omzorg kan genieten. Nergens aan hoeft te denken. Dat zou ik hem zo graag gunnen. We zijn beste vrienden. Ja, wij zijn beste vrienden. Gewoon omdat hij de belangrijkste is. Emin hier. Ja, Emin's grootste wens bij Ajax spelen. Dus hij zou het allerliefste willen voetballen met Bergwijn. Ja. Ik heb gehoord, Emin, dat er hier iets voor jou is. Een bericht. Zullen we eens kijken samen? Hey Amin, Edwin van der Sar hier. Ik wil je graag uitnodigen om vandaag naar Ajax toe te komen. We hebben een paar hele leuke verrassingen voor je. Nou Kanye, ik wens je al de beste en veel plezier vandaag. Edwin van der Sar. Edwin van der Sar. Kijk. Nou, dat is leuk, hè? Hallo. Oh, leuk. Ach. Grote papa. Oké. Okay. I do that. Mijn papa. Hoe steek jij naam op, hè? Op die auto? Aan de andere kant. Echt? Ja, kijk maar. Zo. Blij ben je? Heel blij. Kijk dan, zie je daar in het stadion? Kijk maar waar. Kijk hoe groot dat stadion is. Heel vaat. Welkom. Hoi. Ja, ik ben Hein Jorten. Goedemorgen. We gaan meteen naar de ijskleedkamer. Ga maar naar je plek. Ik weet al waar je naartoe wil lopen. Dat is Steven je favoriete speler? Nou, kom aan, gaan we je shirt aantrekken. Zal ik hem even afpakken? Zo, kijk eens even. Gedag zeggen ze over de tegenstander. Gedag zeggen die kant zo. Tegenstanders, wij gaan het veld op. Ja, hoor eens, daar gaan we. Nou, daar komen we. Trap op. Echt geweldig, toch? Heel vet. Nou, dames en heren, vandaag gaan we Amin verrassen en ik hoop dat hij een hele leuke dag heeft. Hier begint de warming up, dus er begint ook jouw warming up. Nou, kom maar. Ja, toppie man. Nou, kom maar. Hup, hup, hup. Ja, goed zo. Zo. Hallo. Maar hoe vind je hem zo goed, Steve? Oh, hij is goed in de dribbelen, schieten. Amin. Amin. Alles goed? Nee, ook niet te huilen, toch? Nee, waarom? Nee, toch? We gaan een mooie dag van maken. Ik heb gehoord dat je heel goed kan voetballen. Ja? Ga je mij een trucje leren vandaag? Ja. Zo. We proberen AK3000. Ja, doe maar. Hij heeft nog meer techniek dan mij, hè? Ik heb nog iets heel moois voor jou eigenlijk. Maar dan moeten we wel van naar binnen. Heb je een beetje een leuke dag? Heel leuk. Ja?
Weet je wie dat is? Ja, dat is hem. It's my guy. Is goed? My guy. Kom. Kijk. Die zijn mijn schoenen. Welke vind je de mooiste? Kies maar eentje uit. Dank deze. Die? Deze. Dan mag je die hebben. Echt? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik geef je ook nog deze, ja? Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Geen problemen. Handtekening. Echt? Ja, heb je zes vorige keer. Ja. Wat zeg je dan? Dankjewel. Geen problemen. We staan de berg. Berghuis. Mag je een foto met jullie? Picture, kom. Wat ertussen staan. Nieuwe speler van Ajax. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. En ja, we gaan elkaar snel weer zien, ja? Rustig aan, ja? Ja. De hele dag draaide echt om hem echt een ster te laten voelen. Ja, meer dan perfect. Ja. Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie.